Een deel van het personeel van de regionale gezondheidsdienst heeft vanmorgen een spontane actie gehouden bij het hoofdkantoor aan de J.A. Pengelstraat. De gemoederen waren verhit toen zij een petitie aanboden aan de directie. Het verplegend personeel is er niet over te spreken dat zij de uitbetalingen voor verrichte diensten als middag- en weekenddiensten, maar ook de COVID-toelagen en de residentiebonus nog niet hebben ontvangen. De verpleegkundigen benadrukken dat het hier niet gaat om een vakbondsactie. Alles wat we moeten krijgen waarvoor we gewerkt hebben de afgelopen maanden vanaf COVID zijn intrede heeft gedaan in Suriname. Hebben we onze gelden niet gekregen. En de middagdiensttoelagen, onze weekenddiensten, die toelagen daarvan hebben we ook niet gekregen de laatste maanden. Dus het demotiveert ons. Als we moeten werken op zo'n manier, dan heb je echt niet de motivatie om te gaan. Ik kan niet werken, dan kan ik mijn geld niet ontvangen. Ja. Ik werk middag en ik ga eerlijk zeggen, ik ben één administratie op GC onverwacht. We hebben elke keer gevraagd naar een administratie bij. Geen gehoor, niks. En dan moet ik weer ook in de weekend werken en dan kan ik mijn geld niet ontvangen, middagdiensten. Toch? Dan is het toch niet meer leuk om prettig te werken. Daarvoor kom ik op. Een ander knelpunt is dat zij hun salaris pas op 2 december hebben ontvangen. En niet eens hun volledig salaris. De directie onder leiding van waarnemend directeur Nishita Gayadin stond de verhitte verpleegkundigen kort te woord nadat zij hun frustraties hadden geuit. Gayadin vroeg de aanwezigen haar de ruimte te geven de genoemde punten te onderzoeken. De verpleegkundigen zeggen dat als ze binnen een week geen reactie krijgen van de directie, zij de acties zullen verscherpen.